waar dat zit. Wow. Hier is een grote mond. Nee, ik heb die lippen met dit erbij. Moet ik even kijken. Hier ook. Zijn het er 50? Ja, ik zie het. Hier zijn nog meer. Het zijn er grote vissen. Vissen, een nelpaarden. Een nelpaarden, joh. Dat zijn toch hetzelfde als een vlies. Het zijn er... De ene heeft poten, de andere niet. Het zijn dat ze allemaal... Ja, ze zegt tegen mij Gerrit, en ik ben geen Gerrit. Ik ben gewoon Gerrit. Het zijn alles. Oma, je hebt een rollen. Ik doe het zelf ook op mijn gezicht, hoor. Die vang ik iedere week. Ja, ja. Hij is open. Hij is de bek open. Nou, dat doe ik regelmatig. We hebben precies een bosje ervoor. Je ziet heel vaak niet. Ja, dan luider dan een leeuw. Ja, joh. Hoe zou je eten dan? Kom maar even. Zijn jullie van vegetariërs? Ik doe alles. Ja. Vissen, dan zit ik. Zal maar even in de water staan, hè? Het is zwemmen, staan, denk ik. Wacht. Okay, yeah. Nu gaan we naar een plek waar je uit de auto mag bewegen. Kom maar, wel. Zitten.
Hippos. Mm-hmm. Oh yeah. It's going slower here, the current. Croc. Albert has good eyes because they look, it just looks like the mud. And crocs and hippos have no problem with each other, I guess. No, hippo's too big. Take a picture. Yeah. They're all awake. Hey! Ja, de hoofdjes komen weer. Ik heb de boekjes afgelaten. Nee, on the right, on the sand, on the bend, on the right side of the water. Oh ja. Crocodile. Small one. Nice. Iedereen op dezelfde plek. Ja, they have niet. Yeah, let me get... Oh ja. Dan blijven ze lekker koel. Cool. Ze drogen niet uit. Ze heeft de klas gestuurd, hè? Die heeft die ene al niet. Oh ja. Kijkt ze met een nek aan. Not a big deal, Albert, but I see the fuel gauge is like kind of low. The fuel gauge is kind of low. Yeah, we had a two tank. Oh, we have two tanks? Yes. Surprise, Dave. Yeah. Man, this is a cool car. Yeah. I need one of these. Is it another one? It's nearly to half. Yeah, oh, we got plenty.